Welkom bij Horizon Live op maandag 16 september. Gisteren is tijdens een autocross aan de Maarezerweg in Leende een auto ingereden op het publiek. Dit gebeurde tijdens de prijsuitreiking. Hierbij raakten 7 mensen gewond. 4 van hen, allemaal afkomstig uit België, moesten naar het ziekenhuis worden vervoerd. Het gaat om 2 mannen, een vrouw en een jongen. De andere 3 personen konden ter plaatse worden behandeld. De politie heeft een 21-jarige man uit Reuver en een 17-jarige vrouw uit Veghel aangehouden. Waarschijnlijk is er een conflict ontstaan over geld. De laatste race was namelijk afgelast vanwege stof en droogte die het zicht beperkte. Zowel de organisatie Motocross Leende als de gemeente hebben verslagen gereageerd op het incident. Natuurlijk hebben wij burgemeester Verhoeven van Heze Leende om een reactie gevraagd. Nou, bizar wat er gisteren gebeurd is in Leende. Ja, je kan het niet bedenken. Er is iets georganiseerd. En ja, na afloop heeft er iets plaatsgevonden waarbij er iemand zodanig boos is geworden dat hij in zijn auto is gestapt en het publiek is ingereden. Met de meest vreselijke gevolgen. Nou, je kunt je voorstellen dat wij als gemeentebestuur daar niet trots op zijn. Op zo'n manier wil je niet in het nieuws komen. En nou, wij overwegen ook om inderdaad naar de toekomst toe ons toch wel heel erg hard te bezinnen of we dit soort evenementen nog wel willen wensen in onze gemeenschap. We doen er alles aan om het imago van de gemeenschap op te poetsen. En nou ja, gisteravond het journaal opende met Leende. En ja, dat is natuurlijk ontzettend negatief. Dat betreuren wij en nogmaals, we realiseren ons ook dat de organisatie daarin nauwelijks blaam treft. Ze hebben een besluit genomen om uit veiligheid de laatste mans af te gelasten. Maar dan is het natuurlijk bizar dat iemand dan eist dat hij zijn inleggeld, een tientje, terug wil hebben. En als hij daar geen gelijk in krijgt, dit soort acties gaat ondernemen. Ja. Gewoon, ik heb geen woorden, bizar.